alle kanten, die weet, ja, ik moet wat paarsjes gaan goed maken, want Marianne Vos zit daar ja, nog steeds in die voorste positie. En als Marianne Vos daar zit, ja, dan weet iedereen wel dat dat gevaarlijk wordt. Want die kan ja, de hele wedstrijd, 40 minuten lang dus, gewoon duwen en alles geven. En ja, iedereen weet natuurlijk dat ze opgetrokken is. En dat gaat voorlopig veel. Dat is dan Alicia Frank, Ellen van Looy en daar de wereldkampioen Marianne Vos in haar verdiende strook hoor. En zie hoe goed dat zijn, dat is dan zelfs de andere deelnemers. Ja, en Sagan, ja, die zit nu opnieuw in dat wiel van Alicia Frank en van Ellen van Looy. Dat is op missertje van de cameraman, want Sanne Kant wel degelijk hier op de vierde positie. Spoor binnen aan haar jacht op Marianne Vos. En Sanne Kant die is opgerukt naar plek 4, oh, dit is al strook. En hij zit niet al de herder van Moudenkamp. En dat gaat momenteel in de zone sprinter van Mercedes en daar gaat Kim van de applaus voor de zilveren medaille van Luxemburg, winnares. Hier vandaag Marianne Vos, de Nederlandse kampioene. Komt Sophie de Boer nog over? Nee! Het wordt een jawel, Sanne Kant, de tweede plaats. De uitdelen. Was er. Dan gaan we over naar de dame op het wit. Tweede plaats dus voor Sanne Kant. De bloemen uit handen van de heer Patsleder, de man die ook de prachtige druk hier heeft laten neervallen. En natuurlijk ook die fles voor de wereldkampioen voor Sanne Kant. Hart was je gebrand op revanche, want het is hier het herkansing van het wereldkampioenschap. Ja, dat is natuurlijk de eerste wedstrijd na het WK, dus dan noemen ze het herkansing. Maar het WK is gereden en dit was weer een nieuwe koers. Maar ik moet zeggen, ik had er wel heel veel zin in om vandaag erin te vliegen. Sanne, eerst en vooral nog eens proficiat. Vandaag tweede en ik denk dat jij daar toch ook wel tevreden mee bent, hè? Ja, ik heb heel weinig gerust gehad de afgelopen dagen. Dus, ik denk dat ik redelijk wat slapen kon, dus ik ben blij dat ik toch nog tweede kon worden. Natuurlijk, bij jou draait het om die wereldtrui. Daar wordt enorm veel over gesproken. Het moeten fantastische dagen voor jou geweest zijn, denk ik. Ja, inderdaad. Ik heb hier al een paar keer gestaan dat ik moest strijden tegen de wereldkampioen. En moest laten zien dat ik even goed was. Maar ik ben blij dat ik vandaag eindelijk gezien die trui mag starten en dat ik hier een heel jaar mag draaien.